Die actie waarmee wij zijn begonnen, wij van Bureau Sport, dat je protesteren in het veld, op een voetbalveld, geel, meteen gele kaart. Nee, er was echt niks aan de hand. Ik heb die bal gewoon langs mijn lichaam. Wat is dat nou, man? Wat is dat voor idioot gedrag? Ja. Ik heb mijn armen toch niet in mijn hond houden? Ja. Jongen. Daar krijgen we veel positieve reacties op. Nou, zeker. Het is breed gedragen door onze samenleving. Ik word er bijna dagelijks op aangesproken. Ja, we hadden toch laatst nog, toen stonden we in een café. Ik dacht dat ik aan de... Ik ben aan de beurt. Ah, gele kaart! Dat zeggen de mensen dan. Eerlijk gezegd, hij had nog gelijk ook. Ja, hij had gelijk. Maar ik ben benieuwd hoe dit idee leeft onder de analisten. Ja, want ik hoor het nog niet terug op tv. En dat wordt de hoogste tijd. Ja, Jan, wij van Bureau Sport zijn een actie begonnen. Wij vinden eigenlijk voetballers die op het veld protesteren tegen de beslissing van de scheidsrechter meteen gele kaart. Meneer Mulder. Uitbranden, mee eens. Ja? Ja. Zelfs de aanvoerder. Ja? Van wie in de spelregels staat er maar waarom? Ja, dat geprotesteerd. Niet doen. Het heeft ook eigenlijk over het algemeen helemaal geen zin. Er is nooit een beslissing teruggedraaid. Nee. Maar nou merk ik dat jij niet op topniveau gespeeld hebt. Nou, ik heb het tegenaan gescheurd, Jan. Het is niet voor die, ja, het is niet voor die beslissing van dat moment. Het is voor later. Beïnvloeding. Jij hebt ooit uit laten zoeken wat er gezegd werd op het veld door mensen? Ja. Het was volgens mij Feyenoord-Groningen. Een tijdje geleden alweer. Ik zat tv te kijken en wij zagen een horde spelers op de scheidsrechter afgaan. En ik dacht van, wat zeggen ze nou eigenlijk tegen de scheidsrechter? Dus toen ben ik de volgende dag naar een doofinstituut gegaan. Ja. Die hebben voor mij gekeken wat er nou gezegd werd. Bleek hartstikke mee te vallen. Volgens mij was de ergste, meneer, wat doet u nou? En meneer, u ziet toch dat het geen hens was. Waar ik soms wel sympathie voor op kan brengen, het is dat je dat een speler weet, mijn ploeg zit op een dood spoor, we zitten vast, het loopt niet. En dat je dan door die testosteron er even uit te laten tegen de scheidsrechter, dat je daardoor een soort saamhorigheid creëert en die wedstrijd vlot trekt. Dat hoort bij het psychologische gevecht en dat kan ik af en toe mooi vinden. Maar dat kan ook door bijvoorbeeld een flinke overtreding te maken, om daarmee het vuurtje, dat hoeft niet per se. Dus dat mag dan weer wel, vind jij? Ik vind dat jij bent ook aan het zwabberen, hè? We hebben het hier over protesteren en een stevige overtreding. Een wedstrijd mag wel hard gespeeld worden, maar voor de scheidsrechter heb je gewoon respect. Jullie zijn veel te soft. Softies. Wij zijn nog te soft. Ja, het spelregelboek wordt totaal niet meer gevolgd. Blinde tyfushond, is die snijden? Ja, dat vind ik eigenlijk gewoon direct geel. Straattaal, zei Henk ten Katen. Ja, maar dat is toch een directe gele kaart. Blinde tyfushond, kun je dat zeggen tegen een scheidsrechter? Nee. Dat is gewoon direct geel of rood? De tyfushond is wegwezen. Is gewoon wegwezen? Ja. Een wedstrijd aanvoelen. Totale nonsens. Ja. Je moet gewoon strak zijn. Spelregels. Ja. Maar waarom is dat dan zo verwaterd? Ja, dat komt door journalisten, analytici, wedstrijd aanvoelen. Laatst ook Nijhuis bij Feyenoord Ajax. Die liet het een beetje gaaf. Verschrikking. Zeggen mensen prettig, hij voelt de wedstrijd aan. Ja. Dat wordt gezegd. Ja, ik ben daar tegen. Maar jij schrijft voor de Volkskrant, Iwan. Ik lees jouw stukken altijd graag. Maar jij schrijft daar ook nooit over. Nou ja, laten we dat vanaf nu gaan doen. Laten we het op de agenda zetten. De regels zijn al vanaf 1926 dat je niet mag protesteren. Alleen de aanvoerder. Alleen de aanvoerder. En dan doe je dat wel, krijg je direct de gele kaart. Zo staat dat in de regels. Maar dat is toch eigenlijk wel een mooie oplossing. Als je gewoon zorgt dat de aanvoerder een beetje goed kan protesteren. Ja. Dat hij een beetje de gebaartjes onder de knie heeft. Deze en deze. Ja, ja. Dan zijn we er toch? Nou ja, als jij dat dan ook vanaf zondag op in Studio Voetbal. Ja, dat is goed. Dan zijn we helemaal happy. Ja? Dan houden we je aan. Hè? We zitten te kijken. Ik ga het proberen. Als jij dan zit naast de witte Chinees, dat jij dan even zegt ho. Ja, dat gaan we doen. Nou ja, die analytici die zijn in de loop der tijden ook trainer geworden. Die ontlenen hun status aan kennis van hoe het in de topvoetbal rijlt en zeilt. Ja. Wedstrijden aanvoelen, weet je, spelregelboek minder belangrijk. Daar geven ze zichzelf een soort status mee. Maar je hebt toch eigenlijk gewoon, ik bedoel, in de maatschappij, als je door rood rijdt, krijg je toch ook een bekeuring? Zeg je toch, ja, moet je horen, voel het verkeerd een beetje aan. Ja, kan het. Ja. Ik vind het zo, ik snap het gewoon niet zo goed. En ik spreek jou daarop aan, Jan, want jij bent officieel de voorzitter van de Vereniging van Analytici. Ja, ik ben machteloos. Nee, maar jij moet jouw collega's daarin meeslepen. Sfeer bepalend. Ja, ik ben eigenlijk een soort Ajax-serie. Van mijn hele organisatie, daar klopt niks van. Jan, de volgende aflevering Studio Voetbal. Wij zitten er al de trouw naar te kijken natuurlijk. Jij zal ons een rol doen en jij zal ons ook steunen als jij nou weer eens overwet zou kunnen zeggen. Protesteren tegen de scheidsrechter. Gele kaart. Ja, kijk, ik hou van een talkshow die loopt en als het moment is om dat erin te gooien, doe ik het.
Thank you.